Oh, Frans. Het is 10 voor 8, Frans. Ja, het was 7. Oh, nee. Het is zondag. Wat is er? Zondag. Zondag? Ja. Moet je me daarvoor wakker maken? Ja, sorry. Ik dacht even dat het maandag was. Ja. Hoe laat is het? 10 voor 8. 10 voor 8? Ja, schat. Ja, lieverd, maar het heeft één groot voordeel. Ja, welk voordeel? Nou kan je tenminste bewust uitslapen. Oh. Maar hoe kan ik nou bewust uitslapen als ik helemaal geen slaap meer heb? Nou ja, ik zei toch sorry. Geeft niks. Nee? Het is wel goed dat ik wakker ben. Ja? Hoezo? Nou, hebben we wat tijd over? Voor je dan? Om heerlijk bewust uit te slapen. Kan ik jou een beetje uit je slaap houden? Oh, nou, ik dacht anders dat zondag een rustdag was, schat. Ja, maar na gedane arbeid is het goed rusten. Welke arbeid? Dat zien we nog wel. Ja? Als we nou eens de hele dag in bed bleven. Nee, dat kan toch niet? Maar waarom niet? Nou, verdacht je, we leven hier niet alleen. Probeer het toch eens een beetje los te komen. Ik ben toch los? We hebben toch met niemand rekening te houden? Oh, nee. Klaartje? Nou, nee, tuurlijk niet. Reinoud? Nee, Rick. Nou, wie dan wel? Nou, ja, wie dacht je? Met je moeder natuurlijk. Daar hoef jij je toch niks van aan te trekken? Hè? Nee. Wat is dat? Wat dacht je? Je moeder natuurlijk. Oh. Wakker worden! Wakker worden! Ontbijt! Ontbijt! Opstaan! Wat is er? We gaan ontbijten. Hè? Om 10 voor 8. Nou, ik heb het anders 5 voor 8. Wat moet er om 5 voor 8 aan het ontbijt? Wat moet je nou om 5 voor 8 nog in je bed? Ik ben hier niet blij mee, moeder. Weet je dat? Later zul je me er dankbaar voor zijn, jongen. Maar u heeft de tafel nog niet eens gedekt. Maar ik weet toch niet waar alles staat? Nou, met de port had je er anders geen moeite mee. Laat maar. Pak het tafelkleed maar. Waar ligt het dan? Hier. Oh. Nou, anders ligt hier toch altijd het tafelkleed. Moeder, weet jij waar het tafelkleed is? Het tafelkleed? Hoe moet ik dat nou weten? Wat is dat om een volle waai? Wij gaan ontbijten. Ontbijten? Ja. Om 8 uur? Welke aasel heeft dat nou weer bedacht? Daarvoor moet jij bij Machteld zijn. Wij zijn toevallig wel pas om 4 uur naar bed gegaan, hoor. Dat heb ik gemerkt, ja. Schat, kom, ga jij me even fijn theewater opzetten, hè? Ah, hier zijn de borden. Die horen daar helemaal niet. Waar is de fluisketel? Oh, had ik die borden daar neergezet? Die borden horen daar helemaal niet. Nee, maar zo kan ik ze wel beter vinden. Maar waarvoor dan? Voor als ik de tafel dek. Maar je hebt de tafel toch niet gedekt? Omdat ik niet meer wist waar ik de borden had gezet. Ik kan de fluitketel nergens vinden. Moeder. Misschien in het aanrechtkastje. In het aanrechtkastje? Ja, daar is hij. Ja hoor, bij mij thuis zet ik hem ook altijd in het aanrechtkastje. Maar je bent hier niet thuis, moeder. Ach, en zou u voortaan dan ook niet de tafelkleed in de ijskast willen wegleggen? Waarom zet je toch al altijd alles ergens anders? Nou, moe. Welke halve garen idioot. Hier, alsjeblieft, dekken. Hey! Zo, opgeruimd staat netjes. Frans, zo kan het echt niet langer, hoor. Je moeder stoort zich werkelijk aan niemand. Ja, het is nou eenmaal iemand met gebruiksaanwijzing. Hè? Oh, nou, je had je er dan wel eens bij mogen leveren. Je bent gewoon gestrest. Ja, 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 dat heeft ze onderhand al mooi voor elkaar gekregen. Moet je niet gaan overdrijven. Ja, maar Frans, ik overdrijf toch niet? Dit is toch mijn huis? Moet ze zich toch ook aan mijn regels houden? Wat doet ze dan verkeerd? Wat?
Ja, nou goed. Neem nou de krant, hè. Iedere morgen heeft zij als eerste de krant te pakken. Nou ja, ze wil graag op de hoogte blijven. Maar dan gooit ze hem helemaal door elkaar. Het is een oud mens. De kruiswoordpuzzels, die knipt ze ook altijd uit. Jij puzzelt toch nooit? Nee, maar zij toch ook niet? Nou, wees dan blij, anders moet je nog helpen met oplossen. Nou, en het licht, dat laat ze de hele nacht in de hal branden. Weer soms dat ze valt in het donker? Nee, maar wie moet dat betalen? Oh, als het daarom gaat. Nee, ze moet het uitdoen. Oké, dan doe ik het licht uit. En de wc, die trekt ze ook nooit door. Ja, maar dat spaart weer water. En nee, Frans, doe nou. Nou even serieus, ik wil dat je er wat van zegt. Goed, ik zal met haar spreken. Morgen. Nee, niet morgen, vandaag. Wat maakt die ene dag nou uit? Lieve schat, ik heb er onderhand zo schoon genoeg van. Moet ik er soms op straat zetten? Nou zeg, dan hoef je toch niet boos op me te worden. Ik ben helemaal niet boos. Maar ik word liever boos op haar. Waarom moet ik nou ineens weer boos worden op haar? Jij durft niet eens boos op haar te worden. Nou, dan zal ik eens wat laten horen. Nee. Ik ga naar de toe en ik zeg, moeder, nee, Frans. Jet wil dat je oprot. Frans, goed zo? Nee, Frans, nee hoor. Nee, ik zeg het hoor. Nee, dat doe je niet. Oh nee? Waarom niet? Omdat ze jammer genoeg net de deur is uitgegaan. Hé? Krijg nou wat. Wie heeft dat gedaan? Het kan er maar eentje zijn. Mam. Mam. Nee, niet Jet. Nee, natuurlijk niet. Mam! Wat is er? Wat is er? Kijk eens. Mam? Dit pik ik niet. Ja. Dit pik ik niet. Rustig nou maar. Rustig. Nou ja, ach, weet je, misschien is het een vergissing. Dat is een leuke vergissing. Ja. Dat zenuwen, mensen. Ik sla me rustig. Lievertje, je bent een beetje gestrest. Nou, dat heeft ze wel aardig voor elkaar gekregen. Ja. Dit is toch geen stijl? Ach, het is gewoon nog eenmaal iemand met een gebruiksaanwijzing. Die had ze er dan wel eens bij kunnen geven. Ach, het is gewoon een oud mens. Nou en? Ja, nou. Ja, je hebt ook eigenlijk gelijk ook. En ik had het kunnen weten, hè. Stom. Hoezo? Ja, gisteren zei ze nog dat de inrichting van mijn kamer wel eens veranderd mocht worden. En wat zei je toen? Niks. Ja, en wie zwijgt stemt toe. Ik ga er wat van zeggen. Oh nee, jij gaat helemaal niks zeggen. Frans, die moet nou eindelijk met haar gaan praten. Frans, wanneer ga je nou eindelijk eens een keertje met haar praten? Morgen. Ja, dat zei je eergisteren ook al. Je gaat me toch niet opjagen, hè? Hoor eens, anders gaat ze maar naar haar aanleunwoning. Die is nog niet klaar. Kan me niet schelen. Gaat ze maar in de kruipruimte zitten. Wat is dat nou voor een opmerking? Ja, maar zeg dan toch ook eens wat tegen dus. Je hebt makkelijk praten. Nou, kom schat, vooruit. Wees een vent. Nou, ik ga toch echt geen ruzie met haar maken, hoor. Ja, nou, je hoeft toch ook helemaal geen ruzie met haar te maken? Nee, dan moet je boven staan. Ja, probeer jij maar eens boven mijn moeder te staan. Ach, kom. Ze is heus wel gevoelig voor redelijkheid. Mijn moeder is maar voor één ding gevoelig. En dat is dat ze gelijk krijgt. Oh, nou, bij mijn moeder werkt dat anders altijd prima. Met mijn moeder kan je praten. Mijn moeder is redelijk. Oh ja? Nooit iets van gemerkt? Nou, gewoon. Je moet gewoon met haar praten en het eruit leggen zonder boos te worden. Kom op, Frans. Vooruit, het is mijn huis, het zijn mijn regels. En die ga jij aan haar uitleggen, want het is jouw moeder. Ja, makkelijk gezegd. Laten we een rollenspel gaan doen. Hè? Ja. Kijk, dan ben jij jouw moeder en ik ben jij. Moeder, ik hou van u, maar u moet zich wel aan de regels houden. Begrijpt u dat? Ja, dat snap ik wel. Maar ik ben gewend de dingen op mijn manier te doen.
Ja, maar kunt u zich dan voorstellen dat u daar andere mensen een beetje boos mee maakt? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Wel serieus blijven, hè? Ik ben serieus. Zo praat mijn moeder nou eenmaal. Maar snapt u niet dat wij hier in huis elkaars privacy moeten respecteren? Nee, dat snap ik niet. Ja. Als jij zo doorgaat, dan stop ik ermee. Zie je dat je ook boos wordt? Ik ben helemaal niet boos. Nou, kom, ga maar door. Maar snapt u dan niet dat u niet zomaar Klaartjes kamer overhoop mag halen? Ja, maar ze vond het toch goed? Nee, heeft ze niet gezegd. Ja, ik wilde alleen maar helpen. Wilt u dat dan nooit meer doen? Oh, dus ik mag haar niet helpen? Nee. Dat is discriminatie. Maar slaat dat nou weer op? Zie je, dan word je weer boos. Jet wil dat u zich aan de regels houdt. Ja, dat kan ik wel doen, ja. Oh, voor jou? Nee. Voor Jet. Oké, voor jou. Nee, voor Jet. Ja, dan ben je weer boos. Ik ben helemaal niet boos. Wat ben je dan wel? Niet boos in elk geval. Oh, gelukkig. Ik dacht even. Moeder, we moeten eens praten. Oh, fijn, jongen. Zoveel aanspraak heb ik hier nou ook weer niet. Over de regels. Welke regels? Die we hebben afgesproken. Hadden wij wat afgesproken? Nee, jij en Jet. Ik met Jet? Ik weet van niks. Ja, maar daar gaat het nu niet om. Ja, maar wie begint er nou over? Met die kamer van Klaartje bent u echt over de schreef gegaan. Jet. Jij denkt toch zeker niet dat ik dat voor mijn lol deed? Nee, dat moet er nog bij komen ook. Jet, redelijk blijven. Oh, maar ik ben redelijk. Als er iemand hier in huis redelijk is, nou, dan ben ik dat wel. Jongen, wat ben ik toch redelijk, hè? Ik borrel gewoon helemaal over van redelijkheid. Nou, dat is ook niet gezond. Hou uw mond. Iedereen hier in huis heeft recht op privacy. Helemaal mee eens. Dus Klaartje ook. We gaan jouw kamer toch ook niet veranderen? Oh nee, daar reken ik al helemaal niet meer op. Maar die kamer van u, die is toch net veranderd? Wil je je kamer nu weer veranderen? Dat zeg ik toch niet? Wat wil je dan? Privacy. Blijf dan op uw kamer. Oh, dus ik krijg camerarrest. Oh, laten we erover ophouden, hè. Mag ik dan nu weer naar mijn kamer? Ze snapt het niet. Ze snapt het heel goed. Nou, dat heeft één voordeel. Vanaf nu hoef ik ook niet meer redelijk te zijn. Waar wilt u trouwen? Wat is dit? Wat is dit? Ik laat openslaande ramen maken. Openslaande ramen? Openslaande ramen? Ja, twee openslaande ramen. De ruimte is weg, opgehoepeld, vooruit. Ja, ja. Mijn huis uit, weg. Hup. Zo. En nou wij? Ik mag toch niet meer van mijn kamer af? Nou, dan mag ik toch zeker wel een beetje frisse lucht. Hoe haalt u het in uw hoofd? Deze kamer vraagt om openstaande ramen. Hier in huis doet u wat ik wil, begrepen? Maar dat doe ik toch? Nee, dat doet u niet. Ja, dat doe ik wel. Nee, dat doet u niet. Ja, wat is het nou, wel of niet? Hé, jij weet ook niet goed wat je wil, hoor. Ik heb het er met Michiel over gehad. En wat mij betreft is de maat vol. Je bent wel erg close met Michiel, hè? Als dit nog één keer gebeurt, dan... Ja, dan is het u eruit of ik eruit. Nou, ga jij er dan maar uit. Oh? Ja,
Ja, nou. Ja, ja, nou, als u dat dan zo wil spelen, dan... Ja, dan... Ja, dan... Ach, jeetje, zo heb ik het toch weer niet bedoeld. Weet je waar mij dit aan doet denken? Oh, niks zeggen. Sotheby's? Christie's? Nee, de winkel van Malle Pietje. Nou, maar de loop zit er wel in, hoor. Oh ja? Hoeveel mensen zijn er vandaag al voorbij gelopen? Goedemiddag. Goedemiddag. Nou? Echt antiek eiken. Hoort u wel? Ik dacht anders dat het notenhout was. Oh ja, sorry. Nee, ik was even in de war met eikennoten. Ik bedoel beukennoten. Nee, dit is echt zuiver antiek noten. Laat mij nou maar even, hè. Zal ik jou eens laten zien hoe het moet. Hé, hey, Michiel, hoor ik daar niet de fluitketel? Ik heb helemaal geen fluitketel. Ja, dat is inderdaad noten. U bent een kenner? Nou, kenner. Nee, mevrouw is een kenner. Ik heb er een beetje oog voor. Nou goed, kenner of niet, aan u de keus. Aan u de keus. Maar u pikte wel meteen het mooiste stuk eruit, hè? Nou, mooi. Het is wel een beetje beschadigd. Oh, dat valt te restaureren. Oh, maar dit stuk niet. Dat had u maar gedacht, mevrouwtje. Natuurlijk wel. Dat had u maar gedacht. Dit is een heel mooi dingetje. En dat voor dat geld. Hoeveel is het dan? 500. En dan mag u het zo meenemen. 500? 500. Zoveel? Dat is me nogal wat. Ja, maar ja, dat komt omdat antiek de laatste tijd fiscaal zo gunstig is. Fiscaal gunstig? Dus dat vliegt de deur uit. Ja, maar 500. Oké. 400. Maar dan wel meteen meenemen. Oké. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Dat is 4. Alsjeblieft. Bedankt. En tot ziens. Tot ziens, mevrouw. Zeg, hoe flik jij dat? Ja. Dat is psychologie. Psychologie? Dat is mensenkennis. Mensenkennis. Dat is handel. Handel. Dus als jij nog eens een praktijklesje wilt... Hm? In wat bijvoorbeeld? Oh, ik kan jou nog zulke bijzondere technieken bijbrengen. Nou, ik ben benieuwd. Maar Michiel, ja. Ik ben wel een hele strenge meester. Ben jij hier ooit wel eens alleen? Nee, bijna nooit. Hallo. Harriet. Nou... Hallo. Dan moest ik maar weer eens opstappen, hè? De bruidjes wachten. Ja, die kan je niet teleurstellen, hè? Dag, Jetje. Tot ziens. Ja. Zeg, en nog bedankt, hè? Mijn eerste tafeltje verkocht. 400 pietermannen. Helemaal in je eentje. Nou, met een paar tips van Karel. Zeg, wat kijk je chagrijnig? Ik ben net mijn huis uitgezet. Wat heeft Machteld jou je huis uitgezet? Nee. Ik mezelf, geloof ik. Oh, dat scheelt. Hebben jullie ruzie gemaakt? Hoor hem, meneer de psycholoog. Oma Karel heeft mij net geleerd... dat elk mens heeft zijn gevoelige plek. Machteld is maar voor één ding gevoelig. Zo'n staafdynamiet. Nou... Toch moet zij psychologisch te bespelen zijn. Michiel, een ramp valt niet te bespelen. Als ik een kwartier met haar praat, heb ik er zo klein. Oh, Michiel, weet je, het is net Frederiek. Nee, mijn moeder, die is tenminste voor reden vatbaar. Jatje, geloof mij nou, met een goede psychologische aanpak... wordt alles bereikt. Mijn moeder is eigenlijk net een kind. Ze wil alleen maar aandacht. Ja, en als ze die niet krijgt, wordt ze onredelijk. En wat doe je met een onredelijk kind? Dan zet je de kamer uit. Nou zeg, jij zou ook een mooie moeder zijn. Dat deed je bij mij ook altijd. Ja, goed, maar dat had een reden.
Voor straf de kamer uit, prop in de mond, handdoeien om en een hangslot op de deur. Oh, daar kom je al een heel eind. Denk je dat die psychologische aanpak van Michiel zal lukken? Heeft hij al een psychiater voor de nabehandeling? Maar zo grof zal hij het toch niet aanpakken? Nee, voor hemzelf. Oh. Dus, beste Machteld. Aan jou de keus. Of je past je aan, of je moet hier weg. Ja, kom nou zeg, jij bent hier niet de baas. Nog niet, maar dat komt. Misschien. Oh ja? Nou, dit is anders het huis van Jet. En Jet gaat met mijn zoon. Dat had je gedacht. Jet heeft mij namelijk gisteren een huwelijksaanzoek gedaan. Een wat? Maar jij bent toch homo... viel? Nou en? Wij zijn al jaren zo close. En... financieel... fiscaal is het ook bijzonder gunstig. Ja. Een vrouw in de zaak schijnt ook aftrekbaar te zijn, zegt men. En Frans dan? Frans? Ja. Die mag blijven. Als minnaar. Ik ben toch homofiel. En ik dan? En dan beginnen wij hier dus een groothandel in antiek. En dan wordt dit hier dus mijn kantoor. Wat vind je van openslaande ramen? Twee openslaande ramen. Ja, maar Michiel... Als Jet mijn aanbod accepteert tenminste. En dan moet ik dus weg. Ja, jij vliegt de deur uit. Ja. Ik heb het namelijk niet zo op andermans plas in mijn wc. En dat ligt vast. Nou, ik zou er natuurlijk op terug kunnen komen. Maar dan moet daar wel heel wat tegenover staan. Ha? Hoe lang zijn ze daar nou al binnen? 10 minuten. Arme Michiel. Ik zou me van stoffer een blik pakken. Ja. Ziezo, is er nog koffie? Jetje, ik wil mijn excuses aanbieden. Ik zal de krant niet meer door elkaar gooien. Ik zal op het licht letten. En ik zal nooit meer in jouw wc plassen. Zo goed, Michiel? Ja. Nou, vooruit, zand erover. Moeder? Ja? Voel jij je wel goed? Ik voel me uitstekend. Hoezo? Nou, nee, niks. Hoe heb je dat in vredesnaam voor elkaar gekregen? Och, wat zal ik zeggen? Psychologie? Mensenkennis? Handel. Michiel, daar geloof ik niks van.